Uiteindelijk gaat het erom de vraag of bazen een manager zijn of een leider zijn. Een manager doet de dingen goed, een leider doet ook de goede dingen. Een manager motiveert zijn mensen, dat zit hier. En een leider inspireert zijn mensen ook, dat zit hier. Een leider wil zijn mensen raken. Een leider is een voorbeeld, niet alleen als functionaris, maar ook als mens. Een leider maakt verbinding in een diepere zin dan alleen maar taakopdrachten en rapportages. Een leider probeert in het hoofd van zijn mensen te kruipen. En echt, ik geef hem nu in het Engels, want dan vind ik hem leuker. You have to get into the brain of your people. And the good news is, there is plenty of room.